Eindelijk was het dan zover. In de wedstrijd Jong AZ FC Twente maakte Jeremy Helmer na 10 maanden blessureleed zijn rentree in een officieel duel. Het is heerlijk wat je zegt. Ik heb eindelijk weer dat gevoel van ik heb een wedstrijd. En als je het veld op komt, besef je wel van al die momenten dat je super down was en zo. Dat je dacht, komt het nog wel goed en alles. En dan, als je er weer het veld op loopt, dat voelt wel. Dan denk je van ja, hier heb ik het wel voor gedaan. Dus dat is wel lekker. Helmer speelde samen met onder andere Owen Wijndal, die hij natuurlijk goed kent. Ook hij is blij dat Jeremy weer op het veld staat. Ja, Jerry is een vriend van me. Hij kan hartstikke goed voetballen. Ja, het is gewoon hartstikke lekker om met hem te spelen. Als hij linksbuiten staat of op 10 en ik linksback dan aan die kant. Dus ja, het is gewoon een fantastische voetballer en ik ben blij dat hij ook weer terug is. Daar waar Wijndal en Helmer vorig seizoen nog samen speelden in het eerste, moet Owen het dit seizoen voorlopig doen met speeltijd in Jong AZ. Ik speel niet zo heel veel nog. Ja, mijn concurrent doet het ook gewoon goed en die speelt gewoon alles. Heeft niet, geen pijntjes of iets waardoor ik kan invallen. Dus, maar ik blijf gewoon geduldig en ik wacht gewoon nog steeds mijn kans. Af en toe krijg je nog wel een schoppie, een tikkie. Hoe was dat? Ja, af en toe komt er wel van je nog niet helemaal van ik wil niet weer geblesseerd raken. Dat is even wennen, maar dat komt. Zolang ik meer wedstrijden weer ga spelen, gaat het zeker goed komen, denk ik. Jeremy speelt uiteindelijk 60 minuten mee tot het bord met erop zijn nummer omhoog gaat. En zo eindigt zijn eerste officiële wedstrijd dit seizoen volgens plan. Ja, het was afgesproken maximaal een uurtje. Maar ik voelde me wel oké en we stonden achter. Dus ik dacht, na de rust wil ik nog even minuten maken. En ik lag Verdi nog een tijdje op de grond, alleen maar corners. Dus de tweede helft niet echt weer met de bal gehad. Maar een kwartiertje toch weer in de benen, extra. Ondanks weer een doelpunt van topscorer Verdi Drijf verliest Jong AZ de wedstrijd uiteindelijk met 2-1. Toch kijkt Helmer met een positief gevoel terug op de wedstrijd. Ja, normaal gesproken zou ik een beetje kijken naar wat er beter kon. Ja, het is de eerste wedstrijd, dus nu denk ik alleen maar van lekker. Ik heb een uurtje goed gespeeld. Het ging lekker met mijn hamstring. En de goals en alles, dat komt binnenkort alweer, hoop ik.